Goedendag. Ja, vanochtend vielen vooral aan zee een paar stevige buien. Ja, de foto achter mij, echt een toffe plaat. Die kreeg ik via Twitter. U ziet het hier zo stromende regen op dat moment op de Maasvlakte. Nou, ook de volgende foto die mag er zeker zijn. Die foto die is genomen, ja, vanaf. De baanbrekerbrug die ligt boven de beneden Merwede. Prachtig plaatje en vooral ja, het verschil tussen die donkere bewolking, en die paar opklaringen hierachter, ja, die maken deze weerfoto zo, ja, zo mooi om naar te kijken. Nou, ik ga u meenemen naar de komende nacht. Er zijn de opklaringen. Landinwaarts blijft het vrijwel overal droog. Ja, langs de kust is er nog steeds kans op een bui. Dat komt allemaal door dat warme zeewater hè, van 1, 22 graden. En temperaturen die zakken naar zo'n 13 tot 15 graden en de wind die gaat afnemen. Nou, morgen overdag, de donderdag, lijkt toch wel op dat van vandaag: een wisselende bewolking, dus zeker ook ruimte voor de zon. En vooral ten oosten van Rotterdam is de kans op een paar buien wel wat groter dan vandaag. Bij temperaturen van 20 graden ongeveer en een matige zuidwestenwind. Nou, vrijdag is de kans op een buien zelfs nog wat groter. Aantal buien zo verspreid over de regio een graad of 19. Zaterdag een wisselende bewolking kans op een bui 19 graden. Zondagmiddag vanuit het noordwesten krijgen we te maken met enige tijd regen. Ja, met 18 graden en een aantrekkende zuidwestenwind. Aan zee misschien wel weer krachtig, windkracht 6, is het toch wel aan de frisse kant. In ja, begin volgende week, u ziet het weinig verandering. Een wisselende bewolking. Nog steeds verspreid over de regio. Ja, die enkele bui. En een maximumtemperatuur van slechts 18 graden. Ten nou, tenslotte nog een vrije zonsopkomst. Die is gemaakt dinsdagochtend door Mark van der Stelt. Moet je eens kijken, prachtig plaatje weer van de Kop van Zuid. Maakt hij ook vrije weerfoto's? Vergeet ze vooral niet in te sturen. Nog een prettige dag. Heel graag tot morgen.